Hartelijk welkom mensen bij zijn boodschap in Daniel. En wel hoofdstuk 9, het derde deel. Het wordt steeds moeilijker, maar ook steeds mooier. En daarom gaan we nu eens onderzoeken wat juist in dat laatste deel staat, waar wij heel veel in en van kunnen leren. Laten we maar beginnen, want waar waren we gebleven? De eerste en het tweede decreet van die herstel van die tempelbouw hebben we gehad. En we komen nu op het derde decreet. Laten we maar lezen. Het derde decreet van Atasasta, ook wel Artaserxes genoemd, aan Ezra in 457 voor Christus, Ezra 7, en in het bijzonder de versen 13 en 21. Wat hier heel bijzonder aan is, is hier is een compleet hoofdstuk, dus Ezra 7, aangeweid, met in het bijzonder de versen 13 en 21. Dus de belangrijkheid wordt al aangegeven in de Bijbel. Hier wordt het originele bevel gegeven, want dit werd niet in het Hebreeuws, maar in het Galdeus of Armees uitgevaardigd. De taal die toen in Babel gesproken werd en werd al dus door Esra te boek gesteld. De Hebreeuwse Bijbel bevat een nauwkeurig afschrift van het originele document dat Esra machtigde. Jeruzalem te herstellen en op te bouwen. Dus dat is dit punt hierbovenaan aangegeven. Dus we weten nu heel exact bij het derde decreet: heel hoofdstuk aangewijd, En daar staat ook alles in. En dan hebben we ook nog een vierde decreet, want dat willen we ook nog even weten. Van Nehemia: vierde, de toestemming van diezelfde koning Atasasta in het twintigste jaar van zijn regering aan Nehemia. En dat is 444 voor. ...Christus Nehemia 2. De toestemming die aan Nehemia gegeven wordt... ...kan niet worden gezien als bevel. Volgens de wet van Meden en Persen... ...moest een bevel op schrift gezet worden. Leest u het nogmaals na. Ezra ontving zo'n document en Nehemia niet. Hij had alleen een mondelinge toestemming. Eindconclusie, we hebben nu het beginpunt... Van de 2300 jaren vastgesteld door het derde decreet van Atasasta in Ezra 7. Dit is in 457 voor Christus. Duidelijk, we hebben het beginpunt. Want daar leren we veel van. En hier zit u nogmaals die plaat over dat decreet. Derde decreet van Atasasta aan Ezra in 457 voor Christus. Ezra 7, met in bijzonder de versen 13 en 21. Punt 8 dus, 475 voor Christus, startbouw, tempel, Jeruzalem. Dus wij hebben nu een startpunt voor die 2300 avonden en morgens. En dan weten we natuurlijk ook alles, dan kunnen we ook alles invullen. Ik zeg wel eens vaker, voor die mensen die niet alles helemaal zeker weten, die kunnen ook weer terugrekenen vanaf de tijd van Christus' kruising. Of vanaf zijn zalving. Kan ook weer. Dus, of vanaf de stenen ging, Maar het klopt volledig. Dat zult u begrijpen. Want Gods woord is feilloos, zoals we weten. In vers 25 staat: Tot op Messias den vorst zijn zeven weken. En 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom omgebouwd worden. Hier hebben we een volgen gegeven. Namelijk. 7 weken en 62 weken. We kunnen nu stellen dat vanaf het beginpunt, dus die 457 voor Christus, tot Christus doop, totaal 7 plus 62 is 69 weken zijn verlopen. Gerekend vanaf het beginpunt is 483 dagen en is dus jaren. En dat de zeven weken die eraan voorafgaan werkzaamheden zijn voor de wederopbouw van de straten en de grachten. Als we gaan rekenen voor de zeven weken, zeven weken maal zeven dagen is 49 dagen, is dus jaren. En als we gaan rekenen voor de 62 weken, dan krijgen we 62 weken maal zeven dagen is 434 dagen. Is jaren. En als we dat dus goed gaan berekenen, dan komen we weer op dit getal uit. U ziet hoe feilloos dit allemaal gesteld is. En wij als Bijbelchristenen kunnen dat echt weten. En dat verlangt God ook van ons dat wij dit goed verstaan. En dan krijgen we dus de overzichtplaat weer. Hier ziet u de tempel. Hier is van 457 voor Christus tot 408 voor Christus. Is de tempel gebouwd. Dus nummer 9, 408 voor Christus, is Jeruzalem herbouwd. 7 weken, 7 maal 7 dagen, is 49 dagen, is 49 jaar. En dat klopt ook precies, want 7 plus 62 is 69 weken, is 483 jaar. Dus u ziet hier die 69 weken, en natuurlijk hier weer, uitkomende op die 27 jaar. Na Christus is onze geliefde heiland gedoopt, gesalfd. En dat is dus punt 10. Na 69 weken is Christus gedoopt. Het klopt feilos. En nogmaals, belangrijk voor ons, ook voor de tijd waarin wij nu leven, maar ook natuurlijk in die tijd wat er toen allemaal is gebeurd. En dat was ook een hele moeilijke tijd. Dat weten wij ook. Hè? En dat heeft Daniel er zelfs nog bijgeschreven. In vers 25c. Doch in de benauwdheid der tijden. Dat de opbouw van het letterlijke Jeruzalem niet eenvoudig is geweest, lezen we duidelijk in de Bijbel. En dat de opbouw van het geestelijke Jeruzalem, Israël, ook met de nodige moeilijkheden is verlopen, weten we vanuit de tijd van de pioniers van 1840 tot 1844. En de Milleritenbeweging. U mag hier natuurlijk ook 1833 invullen. Maar dat de laatste gemeente zonder vlek of rimpel zal moeten komen te staan, en dat dit ook met de nodige moeilijkheden tot stand gebracht zal worden, kunnen we nu al vanuit de Bijbel concluderen. We staan nu midden in de tijd dat Gods gemeente voor de laatste uitstotting van de spaderegen beproefd zal worden. Deze uitstotting is al begonnen bij de 144.000 om hen voor te bereiden. En daar kom ik later nog een keer op terug. Doch, lieve broeders en zusters, in de benauwdheid der tijden. zal Gods gemeente nog eenmaal wakker geschud worden. Zou je bijna zeggen. En ook Gods kinderen die in Babylon zitten, nog eenmaal wakker geschud worden. En wel te verstaan? De Elia, de 144.000. Dat moeten we blijven onthouden, die vergelijking maken naar onze tijd. In Daniel 9, vers 26a staat het elfde punt. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Hier lezen we dat de Messias onze geliefde Heer is bespot, veracht en gekruisigd door de letterlijke Israëlieten en het heidens Rome. Hier ziet u al de afbeeldingen van het heidens Rome en hier ziet u het letterlijke Israël. En ook zien we dan weer dat onze geliefde Heer Jezus heeft enorm heeft geleden daaronder. En ook bijzonder dat de Heer Jezus in de moeilijkste tijd, in het vreedste volk, de Romeinen hier op aarde, van ijzer, hier op deze aarde is gekomen. We zien dus heel duidelijk dat Christus hier bepaald niet op een mooi moment in de wereldgeschiedenis hier op deze aarde is gekomen. En dat weten wij ook, omdat hij is gekruisigd. En dat gebeurt bijna nu niet meer, zoals je weet. Daniel 9, vers 26b. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. We weten dat Christus voor ons gestorven is in het jaar 31 na Christus. Uit de geschiedenisboeken te halen. We weten gewoon pertinent zeker. Maar de Bijbel geeft hier heel duidelijk aan dat dit plaats zal vinden na die 7 plus 62 is 69 weken. Let er hierbij op dat dit is bij de doop van Christus in 27 na Christus. Want hij is eerst als offerande, het land dat de zonde der wereld wegneemt, dat weet u nog, gedoopt, dat zij Johannes de Doper. Gedoopt door Johannes de Doper. En drieënhalf jaar later gekruistigd, zoals we weten. Hou die verbanden goed vast, want we zien hier onze geliefde Heer Jezus gekruisigd. Hier zien we dus die 69 profetische weken. 493 letterlijke jaren na die tijd in 31 na Christus is onze geliefde Heer Jezus gekruist. Na de 7 plus 62 is 69 weken, is 483 jaar kruisiging van Christus. Is in 31 na Christus. Punt 11. Zo lopen wij gewoon door die hele geschiedenis heen wat Daniel ons allemaal heeft te vertellen. Het ziet u puntsgewijs. Want dan kunt u dat ook overdenken en beeld zetten en nogmaals nalezen en dan klopt het en dan bent u op het einde en zeg ik begrijp het. En anders herhaalt u gewoon deze presentatie weer eens. We gaan met het volgende vers verder. 26c. En een volk des vorsten, het welke komen zal, zal, dat is nummer 13, de stad en het heiligdom verderven. Einde zeventig weken bij de steniging van Stefanus. Dat weten wij. Dat was het twaalfde punt. En wat zien we? Het einde van het letterlijke Israël was op het moment van de steniging van Stefanus in het jaar 34 na Christus. Waarna vervolgens in het jaar 70 na Christus, door het heinz Rome de gehele tempel in Jeruzalem is verwoest. En dat zien we hier ook gebeuren. U ziet hier al die Romeinen, de tempel in een Brandsteken. Een pijnlijk geval, maar het is gebeurd. En wat zien we weer? Steniging. Einde 70 weken bij de steniging van Stefanus. Punt 12. En wat zien we weer? 70 na Christus. Door het heidens Rome de gehele Tempel in Jeruzalem verwoest. Punt 13. Ziet u hier weer staan? Zo ziet u door die hele afbeelding telkens die datum staan. En daardoor kunt u ook. Heel veel lezen. Ja, en dat heidense Rome, dat kwam er niet zo genadig af natuurlijk. Dat begrijpen wij. Hè? Het pauselijke Rome ook niet en het moderne Rome straks ook niet. En laten we eens kijken hoe dat heidense Rome tot zijn eind is gebracht. Hoe wordt dit heidense Rome gestraft voor hun daden? Dus wat ze onze geliefde Heer hebben aangedaan. Hier zien we een volk des... Vorsten, het welke komen zal. Dit zijn de Romeinen die het heiligdom verderven. In centen na Christus hebben de Romeinen, de tijdens, zijn Rome, zoals we weten uit de geschiedenisboeken, de tempel in Jeruzalem totaal verwoest. Maar we weten ook dat ze volledig zijn overmeesterd door de eerste vier bazuinen. En dat is ook belangrijk: dat waren de barbaren. Tevens wordt vermeld. Dat er tot het einde toe oorlog zal zijn. Dit laatste is gebleken door het pauselijk Rome en wordt bevestigd door het moderne Rome, de nieuwe wereldorde. Dit besluit staat vast bij God. En hier zien we nogmaals de barbaren overrompelen het heidens Rome. De barbaren kwamen als een vloedgolf het heidens Rome overspoelen met geweld. Waardoor de 360 jaren van dit Heinz Rome beëindigd werden. Dat ziet u ook weer in Daniel 11, vers 24. Is een tijd. Wordt die 360 jaren weer genoemd. Wij komen steeds dieper in die geschiedenis en we raken steeds beter thuis in die geschiedenis. En dat is ook nodig, want Daniel 11 komt nog en dan komt er heel veel geschiedenis met de uitmonding. In onze tijd natuurlijk wat nog geschiedenis moet worden. Dan gaan we verder met vers 26d. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoesting. dat is ook bijzonder. Na de dood van Christus zouden de stad en het heiligdom verderven. Of anders gezegd Vernietigd worden in 70 na Christus. Door het heidens Rome. Een volk des vorsten, zoals je weet. Waarbij zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. In het Oude Testament wordt dit dikwijls van een geweldige strijd, een krijg gesproken. Als van een vloed. Leest u die teksten nog maar eens door. En een overstroming. Staat en tempel werden vernietigd. En ditmaal zouden zij hun doodschaduw werpen. Over alle eeuwen tot het einde toe, vastelijk besloten verwoestingen. We zien gewoon dat dit stopt. We zien en zijn einde zal zijn met de overstromende vloed. Dus is niets meer aan te doen. Rome stopt, absoluut. En dat weten wij ook. Want wat is er gebeurd nog, juist bij die tempelvernietiging? Miljoenen Joden zijn omgekomen tijdens de vernietiging van Jeruzalem. En dat weten we ook vanuit geschiedenisboeken. Dat kunnen we allemaal nagaan. Dus wij weten heel veel. We zien ook dat hier juist in Daniel 9 heel veel uit één vers vandaan komt. Er staat heel veel geschreven. En juist hebben we dat ene vers ook in zeven delen opgesplitst. Zoals je nog weet. Zoveel punten lagen daarin verborgen. En dan gaan we naar vers 27. En hij zal velen het verbond versterken. Punt 14. Dus voor een week. Met hij wordt hier Christus bedoeld. De Messias. De Gezaligde staat in de NBG. Uit voorgaande vers. Hij zal in deze ene week, dus zeven dagen, zeggen we er ook wel tegen, maar is dus zeven jaar. Het verbond met Israël versterken. Dit houdt in dat Christus. Het oude verbond zal vernieuwen door zelf als levend voorbeeld te dienen voor ons mensen. Op deze manier heeft Christus een nieuw verbond gesloten met het geestelijke Israël. U ziet dat één week is zeven dagen, is zeven jaar. Dus vanaf die doop, 27 na Christus tot 34 na Christus, steniging van Stefanus. En dat ziet u hier weer in die 2300 aanden en morgens terugkomen. Punt 14. Eén week is zeven jaar van verbond versterken of herstellen. Zoals wordt genoemd het nieuwe verbond van God met het geestelijke Israël. In de vorm van de zeven gemeenten. Van tot. En daarna komen dus ook die zeven gemeenten. En in het bijzonder dat moment ook weer vraagt die 44 later. Enorm veel. Maar daarom zeg ik ook: herhaal die presentaties. Want het is een Bijbelstudie. Het is niet zomaar een presentatie. Er wordt ook van u verwacht dat u zelf nu gaat studeren. Hè? Want we gaan niet alles meer herhalen. U bent nu degene die zelf initiatieven moet gaan nemen hierna. En dan zien we 27b. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Punt 15. Het gaat hier over het genadevolle aanbod der verlossing aan het letterlijke Israël. Gedurende de, de laatste week, dus de laatste zeven jaar van de zeventig weken of 490 jaar. De eerste drieënhalf jaar na zijn doop, in het jaar 27 na Christus, treed Jezus zelf tot het Joodse volk. Dat weten wij. De volgende drieënhalf jaar, dus na de kruising. Wordt de prediking door de discipelen van Jezus voortgezet onder de Joden. Juist dit voortzetten van de prediking door zijn discipelen maakt de zeven jaar vol van de 70 weken plus of die 409 jaar, welke afgesneden zijn van die 2300 avonden. En morgens. U ziet hoe God. Enorm nauwkeurig dit allemaal heeft opgeschreven. En natuurlijk niet als een schoolboek, want als het een schoolboek zou zijn. u begrijpt zelf wel, dan gingen wij niet meer studeren. Of oké, okay, dan lazen we dat een keer over en dan wisten we het wel. En u weet ook wat voor gevaar erin zou zitten. Dan was die Bijbel hier al niet meer geweest. En al helemaal het boek Daniel niet meer, want dat staat dus in het Oude Testament, hè? En u weet wat de Joden met de Messias hebben gedaan. Dus we weten dat God dat met opzet op deze manier heeft laten formuleren door Daniel. Want wij moeten Bijbelonderzoekers zijn. Dat verlangt God van ons, van Zijn oprechte kinderen. En dat zijn we met z'n allen. En dan gaan we eens verder kijken. Hoe feilloos en duidelijk klopt de Bijbel met de geschiedenisboeken? Nu wordt er over de laatste week van die 70 weken gesproken. Waarin het getuigenis van Christus en van de apostelen gehoord. Dus versterkt zal worden. Met in het bijzonder dat in het midden van deze laatste week het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Waardoor wij weten dat op dat moment Christus gekruisigd moet zijn. En dat is natuurlijk gebeurd, dat weten wij. En dit laatste klopt hier volledig met de geschiedenisboeken. Natuurlijk klopt dat, want God heeft het 600 à 500 jaar voor Christus al op laten schrijven door Daniel. En God is alwetend, dat weten wij. Voor diegene die dat aannemen wil natuurlijk. Maar nou, wij willen dat heel graag aannemen. En dan ziet u weer die overzichtsplaat. In de helft van die week, precies in de helft van de laatste week. Van de 70 weken stopt het brand en slachtofferen. Punt 11. Dus wij weten als geen ander hoe bijzonder Gods woord is. Maar er gebeurt nog meer, want God heeft nog meer gezegd. Wat komt er over die Romeinen? Dat is ook iets bijzonders. En Daniel 27. D. U ziet wel, we zijn al bij D. Hetzelfde vers nog steeds. En over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn. Kijk eens, dat is een bijzondere uitspraak. Wat heel bijzonder en belangrijk in deze regel is, dat God over deze gruwelijke vleugel, dus het totale Romeinse Rijk in drie fasen, zowel het eerste Heidense Rome als het tweede Pauselijke Rome, als het derde Moderne Rome, zal een verwoester zijn. En dat zien we weer volledig terugkomen in de zeven bazuinen. Welke de militaire machten voorstellen om Gods verlossingsplan tot een goed einde te brengen. Prachtig! Hier moet u echt even bij stilstaan wat er gebeurt. Deze verwoeste kan mede gezien worden in de islamitische volken, welke door alle eeuwen heen en vooral vaak het christendom heeft beschermd, en het heidens en pauselijke Rome heeft belaagd. En dat is dus in die drie ween. O, oh, o, oh, o, oh, wat komt nu veel bij elkaar, vindt u niet? Want dat Heinz Rome moest gestraft worden. En dat is gestraft. Er zal een verwoester zijn, zegt God, over diegenen die dit hebben gedaan. En dat blijft ook zo. Want wat hebben wij geleerd? De zeven bezuinen in de wereldgeschiedenis, die kennen wij. En wat zien we? De eerste bezuin, de tweede bezuin, de derde bezuin, de vierde bezuin. Dat is die verwoester die over de Romeinen komt. Dat zijn dus al die Alarik, Genserik, Antille en Odoaker. Dat zijn allemaal van die barbaarse stammen geweest. Germaanse stammen mag je ook noemen. En wat zien we dan? De eerste wee. Mohammed komt daar tevoorschijn. De vier sultans. Daar komt ook een beest uit die bodemloze put vandaan, zoals je weet. Dat is de tweede fase, ondergang van het oosten. Romeinse rijken. Bijzonder twee bazuinen. En dan komt er nog één bazuin. en die heeft alles met die nieuwe wereldorde te maken. Het geestelijke of het moderne Rome. Oei, we komen nu wel heel dichtbij onze tijd in de buurt. en ook wat God exact heeft bedoeld hè? in zijn onfeilbaar woord. Ik vind het heel erg bijzonder hoe God dit u en mij allemaal heeft bekend willen maken. Dat is zo groots uit de hemel weg. Als we dat niet gaan verstaan, dan zijn we niet waardig om ook die luide roep te kunnen en te mogen brengen. Dat kan ik u beloven. En dat vind ik ook zeer rechtvaardig van God. Diegenen die denken van, oh het zal mijn tijd wel uitdoen en ik hoef niet te studeren. Die hebben een probleem in de Laodicee gemeente. Dat begrijpen wij allemaal. Want die kunnen nooit dit gaan verkondigen aan Gods kinderen die in Babylon zitten. Dus, prijsdeer. En we hebben nog zo'n sheet, weer lijnen, hè. we moeten tijdlijnen maken, waar nog eenmaal heel nadrukkelijk die bezuinen even naar voren komen. De zesde engel heeft gebezuind en de vier engelen. Daar zien we dat beest ook weer in 1299. Eerst aanvallen van Otman op het Oostse christendom. De tweede fase, ondergang van het Oost-Romeinse Rijk. Dat is dus die tweede weal. En dan zien we ook heerschappij van het Ottomaanse Rijk. Een uur, een dag, een maand, een jaar. Het is die verdiepingsslag. En daar gaat God dus ons heel veel vertellen. Dat we dit allemaal mogen verstaan. En in het bijzonder dat we die 22 oktober met die Turkse macht. Onder de macht van het Westerse Mogendheden. Ook zien. Wat er in 1840 is gebeurd. Maar in het bijzonder weer die. Derde W is daar weer aanwezig. En dat houdt in dat als wij dit zien en gaan verstaan en gaan begrijpen, dat er bijzondere dingen plaatsvinden in Gods Woord. Zo bijzonder dat wij die hele geschiedenis zien, dat hele verlossingsplan zien. Door juist die bazuinen goed te begrijpen. En ik heb je al eerder verteld leer die bezuinen heel goed en daarom kom ik ook elke keer weer terug met deze overzichtsplaten om u goed te laten verstaan wat daar straks staat aan te komen. Want die derde wee, die zevende bezuinen, daar gaat het om, hè? In die tijd zitten wij. En dan moet we niet zeggen, oh, het valt allemaal wel mee. Nee, het valt niet mee. Het is nu echt dreigend. En vooral als we zien wat om ons heen gebeurt natuurlijk. En dat staat ook nog in. Daniel 9. Die laatste versen zijn ook heel belangrijk. Want Daniel stopt weer met schrijven. tot hij alles heeft gezien. Hè? En God laat alles zien tot de tijd van het einde toe. En laten we eens kijken. Want dat schrijft Daniel heel in het bijzonder. En vers 27c: Ook tot de voleinding toe. die vastelijk besloten zijnde. zal uitgestort worden. over den verwoesten. Daar wordt bevestigd. dat juist. Die laatste macht, die derde fase van het pausdom, dus nog heel nadrukkelijk benadrukt wordt. Juist als de nieuwe wereldorde zijn eindbestemming heeft bereikt, tot de voleinding toe, want dat staat er heel duidelijk, zullen de islamieten een belangrijke rol gaan spelen in de slottonelen van de geschiedenis. Want als God zegt: zal uitgestort worden over den verwoeste, dan weten we vanuit de geschiedenisboeken dat de eerste vier bezuinen alles te maken hebben met de barbaren, maar dat de laatste drie van de zeven bezuinen, de drie ween, alles te maken hebben met de islamitische macht, die zich zal verzetten als men ziet dat ze door het moderne Rome en vervolgens door de nieuwe wereldheersers zijn bedrogen. Door de zondag als valse rustdag te aanvaren. Let op, we weten dat de islamieten zelf de vrijdag als rustdag hebben moeten opgeven voor de zondag. Ja, en wat gebeurt er dan? Daar wil ik eens heel in het bijzonder met u over spreken. Ik heb het al eerder verteld, wij moeten heel goed gaan verstaan wat die islamieten altijd hebben gedaan in die bezuinen. Als u dat niet verstaat, dan begrijp je ook niet wat op het einde al bestaat te gebeuren. Wij hebben nu geleerd dat die islamieten juist tijdens die laatste drie bazuin van de zeven hun werkzaamheden hebben verricht. En waardoor, en wat is er gebeurd? Dat is vooral druk gelegd waarop? Op dat pauselijk Rome. Want in die tijd van het pausdom. Wat was er allemaal gaande? Die pauzen, die pauselijke Sinten, die wouden natuurlijk, het Arianisme allemaal begonnen, alles naar hun eigen hand zetten. We hebben al die Arianisten verdreven. Het hele Arianisme is van de aardbodem verdwenen. Zo leek het. Maar dat deden ze dus om zelf aan de macht te komen. Want als je goed leest en goed de Bijbel leest, met daarbij ook. Inzagen het in wat het pausdom die pauselijke catechismus echt inhoudt over die drie-eenheid, dan komt u hele andere dingen tegen dan dat u zelf gelooft, hoor. Maar dat is even een andere zaak en dat had met Niceën te maken, dat weet u nog. 325 na Christus. Maar wat gebeurt er? Wat heeft God gedaan? Die heeft dat druk, militaire druk op het pausdom gelegd. Want als die Islamieten er toen niet waren geweest, ik kan u vertellen, daar hadden we geen Bijbel meer gehad. Want ik moet u toch iets even vertellen waar wij misschien wel een beetje van schrikken. Maar als we goed nagaan waar die oude documenten nog vandaan komen, velen, niet allemaal, velen, die komen nog bij de islamieten vandaan. Die hebben die oude documenten van de Bijbel bewaard. En daardoor hebben wij nog een. Vrijwel zuivere Bijbel. En we weten ook dat ze daar een Koran van hebben gemaakt. Want er is ook Mohammed gekomen. En toen zijn ook documenten door elkaar gebracht. U ziet wat er is gebeurd. Hè? Die bodemloze put hè? was daar op dat moment. Kijk de Bijbel goed na in Openbaring. Dus daar is weer een vervalsing opgetreden in de Bijbel. En dat weten wij, dat is die Koran. Maar daar staat Mohammed zijn. Beleving in, zoals je weet. En die erkennen natuurlijk ook weer Christus, zoals we weten, maar meer als profeet. Dus we zien dat er heel veel is gebeurd. Maar we zien ook dat het pausdom daaronder te lijden heeft gehad. Laat het zomaar even uitdrukken. En stevig ook. Want continu als het pausdom, en dat weet u, die kruistochten heeft opgezet. Naar Jeruzalem toe en overal toe, en heel veel christenen heeft vermoord onder het mom van ketters, dan weet u ook dat als dat zo door was gegaan en als er geen tegenpartij was geweest, dan waren er in die 1260 jaar al helemaal geen christenen meer geweest. Ketters, zo zei ze, noemen. Dus u moet goed begrijpen dat God, de islamieten, die ook uit Abraham stammen, Ismaël, dat weet u. Heeft gebruikt om de christenen te beschermen in die tijd. En dat moet u goed voorop stellen. Dus je moet niet gelijk zeggen, ja, die islamieten dit en die islamieten dat, pardon. Ze komen nog altijd uit die lijn van Abraham vandaan. En laten we wel zijn, ze hebben een verkeerde afslag genomen. Dat kunnen we wel even zo stellen met de Koran en Mohammed en alles wat er is gebeurd. Maar wij mogen daar niet over oordelen. Let op, want nogmaals, die islamieten hebben heel veel voor het christendom betekend in die tijd. En natuurlijk, dan ziet je ook, hebben we ook over gehad dat bepaalde christenen, naam christenen, uh, gedood werden. Die mensen die kaal geschoren waren en enzovoort, hebben we allemaal gehad. Maar daar moest ook iets tegen gebeuren. Want als we dat goed lezen in de geschiedenis, dan zien wij dat, dat ook alles weer met die tempeliers later te maken had. Pas op, weet dat daar ook valse christenen tussen leefden. Naam nou, christenen om het zomaar uit te drukken. En wat zien wij, door die hele Bijbel heen komt alles op zijn plek te vallen. Want op een bepaald moment zegt God ook, wat zegt onze geliefde Heere God, of onze geliefde Heere Jezus, dat... Geen onder dat altaar roepen, hoe lang nog heer? En u snapt zelf natuurlijk wel, dat dat niet allemaal mensen waren die riepen. Dat waren die zielen. God hoort naar het bloed, het vergoten bloed, roept van de aarde. Net zoals bij Kaaien en Abel, zoals je weet. Daar zien we ook wat dat exact betekent. Maar wij kunnen nu verstaan, dat, stelt u zich eens voor. Die islamieten altijd tegen het pausdom. Maar straks krijgen we ook een moment, dan lijkt het net alsof horen ze bij elkaar. En dan zit die sluwheid van het moderne pausdom weer. Hè? Want de paus, dat weet u, die kust de Koran. U begrijpt, dat is niet voor niets. Dat is die eenheid. Hè? En u moet u eens voorstellen. Wat gebeurt er straks? Die zondagswet wordt afgekondigd. Stelt u zich er eens iets bij voor. Die winkeliers hebben we het al over gehad. Nou, we hebben alle winkeliers over ons heen. Dat hebben we al vastgesteld met z'n allen. Want ze mogen zondags niet meer verkopen. En godsoprechte kinderen, die blijven dan die sabbat vasthouden. Nou, u begrijpt natuurlijk wel, daar worden ze helemaal niet blij van. Want er wordt op sabbat ook al niets meer bij hen gekocht. Maar er is nog iets veel ergers. En dat is, als die zondagswet wordt afgekondigd, en al die islamieten die nu op een vrijdag een rustdag hebben ook op een verkeerde dag dat weten wij die zullen straks eens naar de zondag toe gaan wat denkt u wat er daar gebeurt de paus het moderne rome heeft een overgehaald om die zondag te houden want de paus heeft nu al ongeveer 183 184 landen bezocht zo niet meer nu dat zijn gegevens van een jaar geleden allemaal om haar vleierij. Wat staat in de Bijbel? Vleierij. Zo is die paus bezig. Om iedereen onder het bewind van die charte, de te krijgen. Zelfs de Joden hoor, in Israël. Dus het gaat heel ver. En straks de islamieten ook. Om zondag te houden. Eén rustdag. Eenheid, eenheid. Nieuw wereldorde toch? Niet We meer kunnen. Kopen en verkopen toch. Maar dan moet je je voorstellen wat er gebeurt. Dat straks die, zoals we hebben gelezen in openbaring 16, die plagen uitbreken. Die plagen uitbreken. En sferen. En we zien in één keer de wat bloed worden. De rivieren en dan de zee. En die hitte van die zon komt, dan gaan ze allemaal verstaan dat ze verloren zijn. Want ze zien natuurlijk heel duidelijk een groep oprechte kinderen van God. En wat gebeurt er dan? Wat denkt u wat de islamieten dan gaan doen? Als die dat gaan beseffen, door wie zijn zij dan bedrogen? Dan kunnen we de geschiedenisboeken er nog wel even bij halen. Wat die islamieten het pausdom in die 1260 jaar. Aangedaan hebben. En als u dat gaat beseffen, dan ontbrandt daar een toorn bij die islamieten. Dat wilt u niet bij zijn. En daar wordt u niet blij van. En het pausdom, het moderne pausdom, al helemaal niet. Moderne Rome. Ziet u het verlossingsplan? Ziet u wat God doet? Ziet u ook weer, let op, Openbaring 11. Wat was dat? Die Franse revolutie. Die tijd krijgen we weer. En welke tijd krijgen we weer? 70 na Christus. Wat was daar gebeurd? Weet u het nog? De tempel verwoest. Hebben we allemaal gehoord en begrepen. Dus we zien continu Gods hand in deze geschiedenis. En wat zien we? Er is geen zweem van ommekeer bij God. En Hij is de Alpha en Omega. Ziet u het gebeuren? En wat ziet u dan nog meer? Openbaring 13. Wat is dat openbaring 13? Want wat hebben we geleerd? Tot het einde toe, hè. En Jezus Christus is de Alpha en Omega. Het begin en het einde. En wat gebeurt er dan? Tot de volleinding toe. Toen en nu precies hetzelfde. Gebeurt er weer? En u ziet hier de president van Amerika staan. En u ziet hier de paus. En wat ziet u op de achtergrond? De tien koningen. Daar hebben we de nieuwe wereldorde. En als u dat gaat zien, en ook wat er toen is gebeurd, en wat er nu weer staat te gebeuren, dan zult u begrijpen dat hier een strijd losbreekt. Staat al in Daniel 9. En als we dat gaan begrijpen en gaan beseffen, wat God van u en mij verlangt, dan zult je ook beseffen dat wij er alles aan moeten doen om Gods kinderen uit Babylon te roepen. Om Gods kinderen in die Shartukemena, die oprechte kinderen van God, te vertellen wat God hun te vertellen heeft. Want de tijd is nog maar zeer kort. En ook islamieten te vertellen heeft dat ze op Jezus Christus moeten zien. Onze verlosser en zaligmaker. En ook de ze moeten vertellen als ze niet die luid roep laten horen. Die bezuin laten klinken. En hun karakter niet goed voorbereid hebben. En helemaal niets weten van die 70 weken. En dat zelf uit kunnen leggen als het om Daniel 9 gaat wat we net over hebben gehad, dan hebben zij echt een probleem. Want wij, u en ik, als u Laodizens bent, zeven is, moeten feilloos Daniel 9 uit kunnen leggen. En openbaringen uit kunnen leggen. Want hoe kan God u anders gebruiken? Om die kinderen uit Babylon te waarschuwen. Wilt u zeggen, u moet de sabbat gaan houden? En alleen maar de sabbat, en dan is het goed. Dan nou neemt u maar voor mij aan... ...dan hebt u een hele slechte boodschap op dat moment... ...een hele slechte... ...dan weet u ook wat u overkomen zal op dat moment... ...als u dat niet kunt onderbouwen... ...want u kunt dan wel roepen... ...de Sabbat moeten behouden... ...ja, maar hoe komt u daarbij... ...dan zult u... ...laodizensen begrijpen... ...dat daar velen verloren gaan... ...massa's... ...zijn nu 24 miljoen laodizensen... ...dat weten wij ongeveer hoor... En massa's zullen verloren gaan. En als ik even naar de geestelijke mag grijpen. is dat minder dan 1 op een 20, zegt Zuster White. En als we dan nu gaan rekenen. dan schrikken we met z'n allen. Toch? Ik wel. En ik kan alleen maar intens bidden. voor de Laodizenzen. Intens bidden voor Gods kinderen. in Babylon. En daarom. Is hoofdstuk 9 een bijzonder hoofdstuk. Omdat daar eerst het gebed van Daniel plaatsvindt. Wij, Gods kinderen die in die Laodiceëse gemeente zitten. Die moeten er alles aan doen om God te smeken en te bidden. Dat ze kracht mogen krijgen. En dat God zijn verlossingsplan wil voleindigen met hen. En dat ze er alles voor over hebben. Ja, zult u zeggen, alles, alles moet mijn baan aan opzeggen. Hoe het doet, doet u het. Maar ik heb mijn baan opgezegd. Dat kan ik u beloven. Toen dat in mijn hart kwam. Ik kon niet anders meer. En ik heb het volste vertrouwen in mijn geliefde God en Vader. Dat hij mij van eten en drinken en onderdak zal voorzien. Want meer heb ik echt niet nodig. Al die wereldse rompslomp heb ik geen behoefte meer aan. Ik heb alleen maar één ding. En dat moet u ook in uw hart gelegen zijn. Dat is maar één ding. Dat is Gods kinderen. En voor hen te smeken en te bidden. Ook de islamieten. die kunnen ook nog bekeerd worden. voordat die genade de deur dicht gaat Dat ze Christus aannemen. als hun verlossen, de messias, de heiland. En dat gebeurt momenteel veelvuldig, prijs de Heer. Dat wil ik u heel in het bijzonder nu meegeven. omdat we steeds verder komen. op het einde van Daniel. En u zult ook heel goed begrijpen dat we Daniel 11 nog moeten hebben. En daar staat in, juist in Daniel 11, vers 40 tot 45 in welke tijd we nu leven. Omdat we nog maar vijf versen te gaan hebben. Als we over Daniel spreken. En daar zit dus de Jacobsbenauwdheid bij in. Begrijpt u hoe kort het nog is? Hoe nu die luide roep moet klinken? Niet morgen, maar vandaag. Vandaag. Moet u als Laodicens een keuze maken. En vandaag moet u ook als oprecht kind van God die in een Babylonische kerk zit, een keuze maken. Voordat het te laat is. En ik kan hier nog heel veel over vertellen. Heel veel bewijsgronden ook aanvoeren vanuit de Bijbel. In wat voor tijd we leven. Maar we zijn juist met die profetieën bezig. En niemand wordt gered door de kennis van de profetieën. Want het is uw karakter. Wat geheiligd moet zijn voor God. En dat hoort u mij elke keer zeggen. Ja. En wat andere mensen zeggen over u en over mij, dat is alleen maar kwaadsprekerij. En als we dat gaan verstaan, dan zult u ook begrijpen dat heel veel broeders en zusters, familieleden, kennissen, vrienden, verkeerd spreken. En dan hebben ze al een probleem. Ik kan alleen maar tegen u zeggen: doe wat God van u voor hij houdt zielsveel van u en van mij. En daar hoort u mij ook elke keer weer die oproep plaats aan een ieder: dat dat goed tot ons doordringt. In wat voor tijd wij komen te leven. Maar wij weten dat we onze geliefde Heer Jezus Christus en zijn Heilige Engelen en zijn Heilige Geest aan onze zijde hebben. Aan beide kanten. Laten we samen danken en bidden. Dat we dat goed mogen verstaan. En. En intens samen met God willen leven. En Hem smeken willen om ons te laten werken voor Hem. Als blijde werkers voor Hem. Ziende naar de eeuwigheid. Laten we samen God danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader. We komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Voor deze bijzondere presentatie over Daniel 9. Het negende hoofdstuk. Wat heeft Daniel dat geweldig mooi opgeschreven? En Gabriel hem dat bijzonder vertelt. En wat een gebed, lieve Heer Jezus, heeft Daniel uitgesproken voor zijn volksgenoten. En dat moeten wij ook doen voor onze broeders en zusters, ook diegenen die in de Shard beweging zijn. Ook degene die in de Laodi Zenzen gemeente zitten. De Zevende Dag Satvatisten gemeente. Uw oogappel. Heren, kom met grote kracht over ons. Help ons mee om uw kinderen te waarschuwen. Uw oprechte kinderen te waarschuwen. Over de hele wereld. Dat we die kracht van boven mogen proeven. En dat ook uw kinderen die uit ademzaad voortgekomen zijn. Zoals de islamieten. Toch nog dat. Woord kunnen en mogen horen en gaan verstaan en u kunnen en mogen gaan aannemen, lieve Heer Jezus, omdat ze beseffen wat u ook voor hun hebt gedaan, voor deze hele mensheid, niet één uitgesloten. Lieve Vader in de hemel, wilt u ons dat verlossingsplan diep in ons hart leggen, dat we het verstaan, dat we het uit kunnen dragen, dat we verstand mogen krijgen om het ook te kunnen en mogen onthouden en andere mensen daarvan te kunnen en mogen te vertellen. Uit blijdschap voor u. Lieve Heer Jezus. Eeuwig dank voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Dat u die weg voor ons bent gegaan. is onuitsprekelijk. We hebben het nu ook weer gezien. Dank u wel daarvoor Heer. En we bidden u. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Vader in de hemel. Dat wij het zouden kunnen doen. Maar uit uw grote genade. Uw grote liefde en uw trouw. En om Christus Jezus. Onze geliefde Heer In naam zwaar. Amen. Lieve broeders en zusters, het is een geweldig verlossingsplan En daarom zeg ik ook: doe er alles aan om dit te verstaan. Niet dat wij iets kunnen op wat voor manier dan ook maar. Het is Gods Geest die het doet en die u ook helpt. Tot zover, Daniel, hoofdstuk 9. Ik mag u ook vanaf deze kant Gods onmisbare zegen toe Zijn onmisbare liefde. En graag. the fall again